Ik klaag Marieke het hart aan, want ik altijd voor de klas moest staan. Of voor zinnetjes op moest zeggen. Jens, hou op met je fucking gitaar. Ik vind het zo ongemakkelijk. Nee, ik kan alleen maar mijn hand dicht houden als je aan het spelen bent. Want ik kan het echt niet aan mentaal. I think you're good. I love you. Meta heeft mij een ingegeven voor Grieks proberen. Dat vond ik wel jammer. Echt? Voor Grieks? Ja, ik ging namelijk afkijken. Dat is wel mijn fout, maar voor Francesco. Nee, Grieks. Was hem bij haar. Oh. Ik klaag dik aan, want hij is de grootste en letterlijk grootste legend die er is. Ik klaag Marieke het hart aan. Dus als Marieke het hart mij mijn proefwerk had laten herkansen, was het geen probleem. In geval was ik overgegaan. Maar je bent ook overgegaan. Ja, ik ben overgegaan. Oké, ik wil Emiel Pietersen nomineren, omdat ik bijna dood was door hem. Maar ik hou nog steeds wel van hem. Pak Emiel. Ja, nou, nog één dingetje. Alleen daarom ben ik boos op Marieke het hart. Maar verder, buiten school, zeg maar buiten de lessen om. In de lessen was ze echt boos op mij. Ja, omdat ik nooit een huiswerk maakte. Maar daarbuiten was ze echt heel lief. En ze groet me tot deze dag nog steeds. Zo met een knuffel. Ik leg David Kenbeek aan, omdat hij me in de eerste en de tweede is vergeten met mentorgesprekjes. Ja, behoorlijk heel veel. Ik wil een aanklacht doen naar Malou Sanders. Procesverslagen zijn fucking kut. En zijn niet waar film om draait. En uitleggen is de dooddoener van creativiteit. Fuck procesverslagen. Ik klaag Bas aan, want Bas is veel te lief. Klaar. Ik klaag de hele sexy Engels aan, omdat ze letterlijk nul hebben bijgedragen aan mijn ontwikkeling van Engels. Ik klaag Els aan, omdat ze liefste persoon is die ik ben. Dat meen ik. Echt uit de grond van mijn hart. Ik klaag Anita aan, omdat zij elke keer, elk rooster, is Grieks 8 en 9 uur geweest op van vrijdag op donderdag. En weet je hoe vaak ik bijna slaap? Ik had spijt bij echt niet. Ik hou echt van je, maar 8 en 9 uur ging ze echt dood. Evelien, ik moest altijd mijn telefoon inleveren. Ook al was ik mijn fucking rooster aan het opzoeken. Ik klaag Annemart aan dat ze ons verlaten heeft voor wisselen. Ja, dat kan niet. Ja! Ze kan ons niet verlaten voor wisselen. Ik klaag Emiel aan omdat het onmogelijk is om een PTA te maken terwijl hij strekoefeningen doet en fucking smoothies zit eten en zo. Ik klaag Bobby aan, aangezien hij in de eerste mijn 9,8 voor een proefwerk niet heeft ingevuld. En dat was pijnlijk. Els, Laura. Ja! Ik klaag Mark aan omdat het zo'n ongelooflijk toppertje is. Oké, ik klaag David Kenbeek aan met krentenbollig. Eet je op en gooi je niet naar het hoofd van je mentorleerling, oké? Het enige wat ik wil zeggen is that I love you. Dat is warm op mijn fucking hart, Erik. Het is echt waar. Ik heb genoten van letterlijk elke les. Je moet iets verder weg. Maar moet ik nu weer opnieuw? Nee, Erik, nou, dit was het eigenlijk wel. Maar ik heb zo van jou genoten en ik heb geleerd en ik heb genoten. Kijk, Marieke. Kijk, je bent een goede lerares. Marieke Beentjes, je bent een goede lerares. Maar kijk, als je nou anticonceptie kan gebruiken, dan kan ik je het hele jaar meemaken. Dat zou wel fijn zijn. Ik klaag Patrick aan hiervoor, omdat ik moest beggen om mijn telefoon terug te krijgen. Het is nog een beetje nergens op. Voor de rest hele grappige lessen, Patrick. Dankjewel. Ja.